We zijn in Gemep sur Sambre in de provincie Namen, waar we vandaag met de ploeg van het 1-programma Thuis een scène opnemen waarin een persoon de overweg zal oversteken en daarbij overreden wordt. De VRT en Infrabel hebben eigenlijk de handen in elkaar geslagen, elk vanuit onze maatschappelijke opdracht. We willen namelijk sensibiliseren rond spoorlopen. De taak van Thuis, dat is een maatschappelijke sensibilisering. En in dit geval gaat het over spoorlopen. En we hopen door de opnames van Thuis dat het spoorlopen toch een beetje minder wordt of helemaal verdwijnt. Ik denk dat de mensen daar niet bij stilstaan, hoe gevaarlijk dat is. Die trein, hoe snel dat die komt, wat voor kracht dat ook is, zelf al staat er ernaast. Met die windvlaag dat u mee kan pakken. Goed dat zulke series daar zich mee bezighouden, dat ze dat op tv tonen, wat het gevaar inhoudt daarover. En voor ons is dat zeer praktisch en handig meegenomen, zou ik zeggen. Wij lopen. Spoorlopen is zo een gegeven dat eigenlijk onder de radar blijft, maar een serieuze impact heeft op mensen. En daarom is het een uitstekend verhaal voor Thuis. En daarboven is het ook nog eens een maatschappelijk belangrijk thema dat we op die manier, via een emotionele manier, kunnen vertellen aan heel Vlaanderen. Papa! Jorgen, kalm. Kalm, Jorgen, kalm. Het is de moeite niet waard om je leven te riskeren voor een dertigtal seconden vroeger ergens te zijn.